Er verrijst een nieuw stadshart op Zuid, met de Rijnhaven als absoluut middelpunt. Aan het begin van de 20e eeuw was de Rijnhaven een van de meest innovatieve havens ter wereld. Zo was het de eerste elektrische haven, altijd de grootste loods ter wereld en de eerste graanelevators. Het was de plek waar Rotterdam, Nederland en Europa werden verbonden met de nieuwe wereld. Katendrecht is een van de meest bruisende wijken van Rotterdam aan het worden. Door de fabrieksactiviteiten van Codrico te verhuizen, ontstaat er een unieke mogelijkheid om de pols van Katendrecht af te maken. Er ontstaat een rondje Rijnhaven. Heerlijk Rotterdams flaneren over de kades en de prachtige nieuwe Buntstraat. In het hart van de ontwikkeling van het Codrico-terrein staat de Rijksmonumentale Fabriek Latenstein, met een unieke industriële architectuur. Dit is de ziel van Katendrecht. Om de fabriek heen verrijzen nieuwe gebouwen. Een uniek ensemble waar het verleden wordt geëerd en dat tegelijkertijd klaar is voor de toekomst. Hier zijn woningen voor alle Rotterdammers. Voor elk budget en elke leeftijd. In het water komt het iconische Maritiem Centrum. Een bruisend, publiek toegankelijk gebouw waar cultuur, onderzoek en ondernemerschap samenkomen. De Rijnhaven als een van de nieuwe stadcentra. Een stepping stone naar Rotterdam-Zuid. Klaar voor de 21e eeuw. Welkom bij de digitale informatieavond van Red Company en de gemeente Rotterdam over het Codrico-terrein op Rotterdam-Katendrecht. Een informatief en interactief programma. Luister mee en praat mee. Tot 9:30 is het Codrico-terrein. Hier is uw presentatrice Eva Brouwer. Goedenavond en fijn dat u kijkt naar deze online informatieavond over het Codrico-terrein. De gemeente Rotterdam en ontwikkelaar Red Company die geven vandaag tekst en uitleg bij hun ontwerp. En u krijgt de gelegenheid om uw vragen te stellen via de Q&A-functie. Weet dat uw vraag sowieso wordt meegenomen, ook al komt die niet hier aan bod in de uitzending. Wees er even op voorbereid dat we niet schriftelijk reageren op uw vraag in de Q&A. Maar hij komt in het reactieverslag sowieso. En die wordt ook gepresenteerd aan de gemeenteraad. En die krijgt u ook teruggestuurd. De gemeente Rotterdam en de projectontwikkelaar willen dit project ook heel graag samen met u ontwikkelen. Dus ik wil u ook echt aanmoedigen. Doe mee en laat uw reactie achter in die Q&A. Ik kijk ernaar uit. We hebben ook een poll, verrassing. Wij hebben ook vragen voor u. Daarvoor moet u wel even zorgen dat u de uitzending kijkt via de Zoom-app. Dus niet Zoom in de browser, maar de app. Dus op uw telefoon of op de iPad bijvoorbeeld. En dan kunt u meedoen aan de poll. Dus er zijn gedurende deze uitzendingen ook vragen. En we waarderen het zeer als u meedoet. Want we zijn natuurlijk benieuwd naar hoe u hierover denkt. In verband met de privacy overigens ziet u de andere kijkers niet. Het eerste deel van deze uitzending hebben we de gelegenheid om ook veel te horen over de ontwerpen en natuurlijk ook gelegenheid voor vragen stellen. Het tweede deel van de uitzending is volledig gewijd aan de Q&A. Graag stel ik de gasten van vanavond aan u voor. Allereerst de architect en oprichter van Red Company, de ontwikkelaar van de plannen voor het Codrico-terrein. Dat is Nanne de Ruh. Nanne, fijn dat je er bent. Namens de gemeente hebben we hier de stedenbouwkundige van de gemeente, Maurice Bouwmans. Fijn dat jij er bent, Maurice. En we hebben ook twee gasten die online met ons meedoen vandaag. Allereerst Steven Delva. Hij is landschapsarchitect en heeft getekend voor het groen in de plannen. Hij komt dus zo online in beeld. En dat geldt ook voor Peter Spakman. Hij is projectmanager gebiedsontwikkeling van Katendrecht. En hij gaat ons ook vertellen over de bereikbaarheid, wat dit met zich meebrengt. En hij is hier ook namens de gemeente Rotterdam. Dus welkom allemaal. We gaan beginnen met het eerste blok over het idee en de uitgangspunten bij het plan. In
In dit eerste blok bespreken we het idee, hoe het zo tot stand is gekomen, de uitgangspunten. Maar voordat de sprekers aan bod komen, duiken we eerst even in de geschiedenis. De geschiedenis van de Codrico-fabriek laat zich lezen als een geschiedenis van Rotterdam als havenstad. Door het graven van de Nieuwe Waterweg eind 19e eeuw verandert Katendrecht van een zelfstandig dorp in de polder met slechts 1500 inwoners tot een booming industrieel bolwerk. In de jaren 20 is het gebied onherkenbaar veranderd in een schiereiland vol met nieuwe fabrieken, loodsen en pakhuizen met de nieuwste haventechnologie en nieuwe wijken met arbeiderswoningen voor nieuwe Rotterdammers die jaar in jaar uit naar de stad trekken. Heel even is Katendrecht in de Tweede Wereldoorlog een vrijplaats voor het verzet en was er een bloeiende jazzscene. Maar in 1944 zijn de Duitsers bang dat de geallieerden de haven als springplank kunnen gebruiken. Ze bombarderen het gebied en de kades blijven in puin achter. Na de oorlog wordt het gebied dankzij de Marshallhulp weer snel opgetuigd. En dat is wanneer in 1952 onze Co-op meelfabriek wordt gebouwd, naar een ontwerp van Jo Vechter, die nu nog in gebruik is door graanverwerker Codrico. De fabriek is nog het enige industriële restje nu alle havenactiviteiten zijn weggetrokken. We zijn begonnen aan de volgende fase van Katendrecht als dé plek van het meest begeerde stukje Rotterdam om te wonen. En inmiddels zijn bij mij aangeschoven architect en projectontwikkelaar Nanne de Ruy en Maurice Bouwmans van de gemeente. Nanne, als jij dan kijkt naar die beelden, ik hou er heel erg van die geschiedenis. Hoe voelt het dan dat je daarmee aan de slag mag gaan? Ja, dat voelt als een enorme eer. Rotterdam is natuurlijk überhaupt een van de allermooiste steden van Nederland. Helemaal mee eens, toch? U thuis ook, hè? Ja. Absoluut. Maar ik vind ook Katendrecht is gewoon zo'n mooi stukje Rotterdam, waar je ook voelt dat die geschiedenis levend is. Dat vind ik heel bijzonder in Katendrecht. En voor jou, Maurice, je bent natuurlijk eigenlijk ook al jaren met dit plan bezig. Hoe was het voor jou om hiermee aan de slag te gaan? Nou, super interessant. Ik werk inderdaad al 13 jaar in Katendrecht. Toen ik bij de gemeente Rotterdam begonnen ben, aan Katendrecht begonnen de gebiedsontwikkeling. En dan gaandeweg heel veel projecten op de Kaap gedaan. En altijd al wel eens een keer naar die fabriek gekeken. En zo gekeken van, nou, wat zou er nou gebeuren als die fabriek weg zou gaan? Nou, en de laatste 2-3 jaar inderdaad met Red Company gewerkt aan, laten we zeggen, dit spectaculaire plan. Ja, en eigenlijk begint het nu pas, hè, want nu hebben we dus die prachtige maquette, maar nu gaan we dan aan de slag. Er is enthousiast gereageerd, kunnen we zeggen, maar er zijn natuurlijk ook op- en aanmerkingen vanuit de buurt, dus daar gaan we ook over in gesprek vandaag. Allereerst, Maurice, hoe is dit plan tot stand gekomen? De fabriek ging weg. Nou, eigenlijk is het tot stand gekomen dat zeg maar, de eigenaar van het fabrieksvastgoed, die is naar de gemeente gekomen met Red Company en die hebben een plan ontwikkeld om inderdaad de fabriek te verhuizen en zeg maar, het vastgoed te herontwikkelen. En wij hebben daar als gemeente enthousiast op gereageerd. Van, nou, interessant, want inderdaad die verdere verstedelijking van Katendrecht en ook de Rijnhavenontwikkeling, die fabriek en die industriële activiteiten, dat werd steeds ingewikkelder. Dus we hebben toen inderdaad gezegd, super interessant, gaan we naar kijken. En samen hebben we toen inderdaad die planontwikkeling opgepakt. Dus jij ziet dit ook echt als een kans? Ja, absoluut. Ik denk dat het een kans is voor Katendrecht om een van de laatste fabrieken van Katendrecht te verhuizen. En daarmee eigenlijk een heel gebied weer te ontsluiten en publiek toegankelijk te maken. En daarmee krijg je ook dat je het rondje Rijnhaven af kan maken. Dat je weer over de kade kan lopen. En dat je op die manier eigenlijk helemaal een rondje kan lopen. En natuurlijk ook heel veel mooie woningen toe kan voegen. En dat gaan we zo meteen ook zien, hè, hoe het er inderdaad uit komt te zien. Ja. Wat is jullie rolverdeling in dit project, Maurice? Ik werk natuurlijk aan de zijde van de gemeente. Dus mijn rol is in dit geval dat ik zeg maar deels toetsend ben. Hè. Dus ik heb 2 notas van uitgangspunten geschreven. 1 voor het Maritiem Centrum en 1 voor de ontwikkeling Codrico. Daar staan allerlei uitgangspunten in die we als gemeente heel belangrijk vinden. En waaraan zeg maar, de planontwikkeling moet voldoen. Dus kan je een paar voorbeelden geven waar we dan aan moeten denken? Nou ja, bijvoorbeeld welk deel zeg maar, wij vinden dat je mag slopen en wat bijvoorbeeld niet. Bepaalde bouwhoogtes, bepaalde ambities voor blokken. Bepaalde zeg maar, uitgangspunten ten aanzien van waar bijvoorbeeld de ontsluiting zit. Wat het gebouw aan de openbare ruimte moet geven. Zoals bijvoorbeeld goede plinten, reuring en dat soort zaken allemaal. Dus heel veel dingen eigenlijk zijn in die notas van uitgangspunten vastgelegd.
bedoel, daar hebben we samen aan zitten puzzelen, hoe dat nou moest. En zeg maar, alle belangrijke dingen die wij daar goed aan vonden, die hebben we ook in die nota vastgelegd, zodat we ook zeker weten dat de ontwikkelende partij die ook gaat maken. Ja, klopt. En de gemeente voert daarbij natuurlijk de regie. En wij als ontwikkelaars en ontwerpers gaan het dan zoveel mogelijk proberen in te vullen. Maar je kan zeggen dat normaal, het was een fabriek, dus daar moet ook vaak heel veel ruimte omheen. Vanwege milieuregels, et cetera. Ja. Dus je gaat wel winst behalen met wat je kan doen met die grond. Ja, zeker. Ook omdat het ook publiek toegankelijk wordt. Het gebied is nu natuurlijk altijd afgesloten geweest. Je kan er niet op. En binnenkort kan je dus ook gewoon over het gebied lopen en tussen de gebouwen lopen. En ook heel veel van de rijksmonumentale gebouwen worden ook publiek toegankelijk. Maurice, waar gebruiken jullie deze inspraakavond voor? Er is één live bijeenkomst nog net geweest voor de lockdown, nu deze. Nou ja, die gebruiken wij natuurlijk om gewoon de stemming in de wijk te peilen. Zeg maar de mening van de burgers van de stad mee te nemen in onze planontwikkeling. Want uiteindelijk zeg maar, doe ik het niet voor mezelf. Ik bedoel, die planontwikkeling, uiteindelijk doen we dat voor de bewoners van Rotterdam. En om Rotterdam als stad zeg maar, weer vooruit te helpen en sterker te maken. Maar is alles al in beton gegoten? Nee, ik bedoel, er zijn zeker nog dingen aanpasbaar. Het is ook een eerste plan wat we hebben gepresenteerd. We hebben het wel heel erg uitgebreid gepresenteerd. Want we wilden ook graag professioneel overkomen en een heel gedegen visie neerleggen. Maar het is absoluut mogelijk om hier nog dingen aan te wijzigen. We zijn ook heel benieuwd wat mensen ervan vinden. En als ze zorgen hebben, waar die zorgen over gaan. Zodat we ook met hen in gesprek kunnen om te kijken of we het op kunnen lossen voor ze. Dus neem die uitgestoken hand aan, zou ik alvast zeggen. Reageer via de knop waar Q&A op staat. En we zijn benieuwd wat de vragen zijn die bij u leven. Dus hou je niet in, zou ik zeggen. Wat is eigenlijk het doel voor de gemeente Rotterdam om met dit stuk grond en ontwikkeling te bereiken? Oh, dat zijn er legio, zeg maar. In die zin, zeg maar, is de gemeente Rotterdam, is een ontzettende grote behoefte aan woningen. Dus met dit plan gaan we een behoefte van die woningen voorzien. Zeker ook in diverse sectoren. Hè. Dus het is niet alleen maar duur wonen of alleen maar goedkoop wonen. Het is echt een hele mooie mengvorm. Dus in die zin regelen we daar ook mee dat steeds meer mensen zeg maar, in de stad kunnen wonen. En op Katendrecht ook een diversiteit aan woningen toegevoegd wordt. Nou, wat Nanne al zei, we kunnen met zeg maar, de ontwikkeling van dit fabrieksterrein ook gewoon een aantal ambities die wij niet per se voor Katendrecht hebben, maar wel voor de omgeving inlossen. Zoals inderdaad het continue rondje Rijnhaven. Want die fabriek, dat was nog het enige schakel waar de kade niet openbaar was. We kunnen daarmee ook, omdat het laden en lossen via de water niet meer gebeurt, kunnen we zeg maar, de ambitie die we in de masterplan Rijnhaven geschetst hebben, het Rijnhavenpark, dus zeg maar de hele 18 hectare water, kunnen we ook echt als parkontwikkeling gaan realiseren op termijn. Waardoor we dus bijvoorbeeld, wat je op de maquette mooi kunt zien, dat drijvende park voor de fabriek ook kunt realiseren als gemeente. Nou, dat is leuk, want dat kunnen we zo ook met de landschapsarchitect bespreken die meedoet aan deze plannen en aan deze uitzending ook daarbij. Ik heb wat vragen van kijkers. Kijk. Die rollen nu al binnen, moet ik zeggen. Fijn dat u zo enthousiast meedoet. Oké, daar komt de eerste vraag. Wordt er ook gesloopt of worden de oude industriële complexen hergebruikt? / opgetopt. Dit is, ik weet niet of dit een vakterm is, opgetopt. Ja, dat is een vakterm. Ja. Nou, van waarde gemaakte keuzes, vraagt deze persoon. Nou, ik kan even kort antwoorden. Ja. Vul me aan waar nodig, Maurice. Kijk, er is een deel van het complex is rijksmonumentaal. Dus dat gaan we absoluut niet slopen. Een deel daarvan is wat heet beeldbepalend. Dat gaan we exact zo terugbrengen, maar dan geschikt voor woningbouw. En een deel van het terrein is eigenlijk niet echt monumentaal en ook niet echt van bijzondere waarde. En dat gaan we slopen en gaan we nieuwbouw plaatsen. Kan je dat aanwijzen waar we het dan over hebben? Dit is eigenlijk het rijksmonumentale deel, een prachtig geheel. Dit is het beeldbepalende deel en dit is eigenlijk het deel waar we gaan slopen en nieuwbouw gaan plegen. En dan hebben we nog eens, een leeg stuk grond over hier en een stuk grond over daar. En daar heb je gelijk iets moois voor bedacht. Daar komen we er zo op in. Ja. Nog een vraag. Wanneer zou Codrico conform planning verhuizen? En wat betekent dat voor jullie planning of fasering? Kan er misschien zelfs al eerder begonnen worden? Ja, dat is zeker een vraag. Een vraag voor Red, zou ik zeggen. Ik kan er ook wel even op pakken. Ja, het idee is dat de fabriek over 2 jaar verhuist. Dat is waar we nu op sturen. Het is ook het idee om de fabriek te behouden voor de fabrieksactiviteiten te behouden voor Rotterdam. Maar het is een goed punt, want dat zeg je snel. Ja. Het is dus de bedoeling om de fabriek te behouden voor Rotterdam. En dat betekent dat de werkgelegenheid dus ook niet weg zou gaan uit de stad. Lijkt me fijn. Nee, dat vindt het college ook heel belangrijk. Dus wij zijn ook inderdaad met de fabriek en ook Red Company bij zeg maar, een plek in de stad bezig. Ja. En we hebben ook beleid dat, zeg maar, laten we zeggen,
zware bedrijvigheid. Daar hebben we een plek in de stad voor bedacht. Die moeten eigenlijk allemaal naar het Spaanse polder. En daar zijn we dus nu ook mee bezig om te kijken of we deze fabriek naar het Spaanse polder kunnen verhuizen. Ja, dus dat is nog even work in progress, begrijp ja, ik. Ja, exact. Ja. Ja. Maar dat wil dus zeggen dat we hopen te beginnen met bouwen over ongeveer 2 jaar. Over ongeveer 2 jaar. Nog een vraag, daar gaan we. Is er gedacht over de blokkade van uitzicht achter het nieuwe gebouw langs Codrico? Nou, we komen denk ik daar ook nog sowieso over te spreken. Kan je daar al kort iets over zeggen? Ja, daar is zeker over gedacht. En daar zal ik kort straks nog wat verder over toelichten. Dat gaat eigenlijk over deze hoek. Het gebouw, wat het Fonda-gebouw wordt genoemd op het veld naast de fabriek en ook naast het Phoenixloft. En daar hebben we veel vragen over gekregen, daar zullen we zeker Dus dit gebruik ik ook even als een teasertje, dus stay tuned, want hier komen we zeker nog even uitgebreid op terug. We hebben gehoord van over 2 jaar gaat de bouw beginnen, maar hoe lang is de totale bouwtijd, is de vraag. Ja, goede vraag. Ik denk dat de planning op dit moment is dat we beginnen met bouwen vanuit deze zijde, vanuit de torenzijde. En dan schuiven we eigenlijk door richting het westen. Ik denk dat er in totaal ongeveer tussen de 5 en 6 jaar gebouwd gaat worden. Dus het is bijna 2021, dus 2023 gaan we bouwen. En dan zeg je 2029? Denk, nou, is alles klaar, ja. Oké, dan gaat het van Fonda op Funda. Zo dat zou mooi zijn. Ja, mooi. En de vraag is, zijn de plannen al definitief, Maurice? Gaat het project in ieder geval door? Nee, de plannen zijn nog niet definitief. In die zin moet de gemeenteraad er nog een besluit over nemen. En dan hebben we zeg maar dit masterplan of ontwikkelvoorstel is dan daarmee geaccordeerd. Dan vervolgens moet nog heel wat gebeuren. Moeten milieuonderzoeken gedaan worden, het bestemmingsplanproces opgestart. En daarna moet natuurlijk nog een bouwvergunning voor, laten we zeggen, de individuele fases ingediend worden. Dus in die zin, daarmee is het nog niet definitief. Het is wel een eerste belangrijke stap om die ambitie die we hebben vast te klikken en vanuit daar verder te gaan werken. Ja, en dus ook in samenspraak met de buurt, met de belanghebbenden. Zeker. Ja. Dan heb ik, vind ik, nog een leuke vraag. Betekent een maritiem centrum, dat is dus dat ronde gebouw in het water, betekent dat ook een mogelijke verhuizing van het Maritiem Museum? Dat zou namelijk nog een andere interessante herontwikkelingsmogelijkheid zijn in het centrum. Voorsorteert iemand alvast? Nou, op dit moment zijn we daar nog niet mee bezig. Op dit moment zijn we vooral aan het onderzoeken hoe we hier de juiste programmaonderdelen samen krijgen. Daar hoort wel cultuur bij, maar er hoort zeker ook business bij en zeker ook wetenschap. Ja, dat is het, noem je de triple helix met een mooi woord. Hè? Dat die dingen bij elkaar. Fantastisch. Ja. Nou, het is tijd voor de poll. Dus zometeen is er dus nog uitgebreid aandacht voor meer vragen die u heeft. Dus keep them coming in de Q&A. Maar eerst de poll. En die, Maurice, komt van jou. De eerste vraag. Dus handen bij de knop. Kijk dus vooral via de app van Zoom om mee te doen. Ja, en dan de pollvraag is, het plan doet recht aan de historie en zorgt voor een nieuwe impuls. Bent u het daarmee eens, oneens of heeft u daar geen mening over? Het plan doet recht aan de historie. En terwijl het klokje loopt, kan ik even zeggen dat ik ook persoonlijk iets heb met de historie van dit gebied. Mijn opa was binnenvaartschipper en die had een soort tankstation met kolen aan boord. En die lag aan Noordereiland. Daar lag hij. Nou, daar word ik van die zwart-wit beelden, daar word ik natuurlijk helemaal warm. En we hoorden al ping. Dus laten we even kijken wat de uitslag is van deze poll. We hebben het nu binnen, we gaan nu kijken. Het is net het Eurovisie Songfestival. Dat is spannend. Ja, 70%. Dus 70% vindt dat het plan recht doet aan de historie en zorgt voor een nieuwe impuls. Nou, oneens 26, dus een kwart van de mensen, en 4% had geen mening. Nou, dank alvast voor het reageren, hartstikke leuk. Maurice, alvast bedankt voor deze ronde. We zien je zo meteen terug bij de uitgebreide vragenronde. Dank alvast. En zoals gezegd, daar is dus straks uitgebreid de gelegenheid voor. Zometeen kijken we ook met landschapsarchitect Steven Delva naar het plan voor het groen. We praten met Peter Spakman over wat de gemeente wil gaan doen met de bereikbaarheid van Katendrecht tijdens de bouw. Maar ook als het eenmaal klaar is. En eerst gaan we meer in detail dit onderwerp bekijken. Yes. Nou, Nanne, we staan nu bij een andere maquette. En deze geeft iets meer de context weer van het Codrico-terrein, hoe het ligt ten opzichte van de omgeving. Zou je dat even aan ons willen laten zien? Jazeker. Nou, voor degenen die de omgeving goed kennen, is dit Hotel New York. Dit is natuurlijk de Wilhelmina Pier.
En dan zien we eigenlijk hier... Het... Wij zijn nog heel veel in Hotel New York en waar dit zat het? Dit is Hotel New York, ja. En dit is de Wilhelmina Pier. En dan zien we hier eigenlijk de Rijnhaven met hier de Phoenix Loft, hier de Phoenix Loods. En hier eigenlijk het nieuwbouwproject waar we het over hebben. Ja. En dit is dan het monument, hier de Fonda, de kaderwoningen. En dit is de Codico-toren. En dit is het Maritiem Centrum. En ik doe even het rondje Rijnhaven. Wat hebben we dan straks? Ja, het rondje Rijnhaven. Dan ga je eigenlijk zo over de Wilhelminapier, over de Hoerenloper. En dan normaal gesproken loop je hier nu vast tegen, ja, tegen een muur. En dan kan je dus doorlopen over de kade, via het park. En dan kan je het rondje helemaal afmaken. Ja, jij doet het zelfs gewoon 4 keer. Hè? Dan kan absoluut. Nieuw, ja, jogrondje, ja, in de making. Zeker. We hadden het net over de geschiedenis, wat we allebei heel interessant vinden. Die toren is eigenlijk ook een beetje een knipoog naar de historie van dit gebied, hè? Ja, nou, wat ik het interessante vind is dat dit gebied vorige eeuw de plek was waar heel veel Europeanen naar Amerika vertrokken. En we hebben eigenlijk, daarom heb je natuurlijk ook hier Hotel New York. Ja, Holland-Amerika-lijn. De Holland-Amerika-lijn, om daaraan te herinneren. En we hebben voor deze toren hebben we een groep Amerikaanse architecten uitgenodigd om te ontwerpen. Shop-architects. Uit New York. Uit New York. Een soort knipoog eigenlijk van de relatie van Katendrecht met New York. Manhattan aan de Maas in optima forma. Ja, absoluut. Hartstikke goed. Laten we eens even kijken. Wat gaat er dan straks gebeuren met wat is wonen, wat is werken, wat is recreëren? Ja, je krijgt eigenlijk in de meeste gebouwen krijg je een mengvorm. De hoofdprogramma is wel wonen. Maar je krijgt altijd op de begane grond, op de plint, krijg je altijd publiek toegankelijke functies. Dus ook maatschappelijke voorzieningen, komen ook winkels en dan komen ook kantoren voor een deel. We willen echt ook zorgen dat die Buntstraat, dat een heel levendige plek wordt. Waar wat is de Buntstraat? De Buntstraat. Oh, de Bunt. Is dat Shanghai, toch? Ja, je loopt eigenlijk over deze as en die komt uit op het station Rijnhaven. En we hopen heel erg dat een hele levendige straat wordt ook. Ja. Ja. Waardoor heb je je laten inspireren? We hebben net New York gehoord, wat hebben we nog meer? Nou, wat je naast New York hebt, heb je natuurlijk ook zeker nog de fabriek zelf. De fabriek Laatstein is natuurlijk een hele mooie monumentale fabriek. Jo Vechter hoorden we in het filmpje, Vechter, de architect. Ja, het is een rijksmonument. En het is ook een gebouw wat absoluut een inspiratiebron is geweest voor meerdere gebouwen in de omgeving. En dat thema willen wij zeker voortzetten. Maar natuurlijk is ook het opknappen van het Rijksmonument echt een heel belangrijk onderdeel van onze strategie. Dus er wordt met respect naar de oude fabriek gekeken? Ja, absoluut. En daarom hebben we ook gewerkt samen met Winhof Architecten, die heel goed zijn in het omgaan met monumenten. En met Crimson Architectural Historians. Dat zijn architectuurhistorici. En die hebben ook een waardebepaling geschreven voor het Rijksmonument. En op die manier weten we dat we op een hele zorgvuldige en gedegen manier omgaan met dat hele belangrijke monument voor Rotterdam. Ja, dus dat monument dat zat dus daar. Ja. Dat is natuurlijk wel fijn voor de kijkers om te horen dat er met respect is omgegaan. Ja. Maar als je daar woont, komt er toch ineens een joekel van een gebouw voor je neus. Nou, hier komt de Fonda. Die komt inderdaad op dit veld te staan. En dat is voor een deel komt dat te staan in het huidige park wat daar nu ligt. Maar het betekent ook dat de hele ruimte hier wordt geopend voor het publiek. Dat betekent ook dat er een heel groot stuk park bij komt. Mm. Nou, dit gebouw hebben we wel geprobeerd zoveel mogelijk met respect te ontwerpen in relatie tot de Phoenixloft. De afstand is nu 40 meter van gevel tot gevel. Maar goed, we hebben al gehoord van bewoners dat ze denken van joh, kan dat niet anders? We zijn er nu aan het kijken of we het ontwerp kunnen aanpassen. Dat zou dus kunnen? Ja, het fijne is van dit gebouw is eigenlijk dat het is bedacht als een... Wat je ook je kan het ook nog een beetje draaien. Het is een organisch gevormd gebouw, dus eigenlijk heel zacht qua vorm. En dat je het eigenlijk in die zin nog een beetje kan kneden. Het idee was dat je hier niet een soort hard- en hoekig gebouw wilde maken, omdat het een soort scharnierpunt is van Katendrecht. En dat we proberen hier echt een wat zachter gebouw te maken. Dus we kunnen dat nog vrij makkelijk kneden. Oh ja, ik ga het zo aan de landschapsarchitect vragen, want tegenwoordig zie je ook heel veel gebouwen met groen erop. Ja. Snap je dat hier ook een beetje? Ja. Hier is ook de bedoeling dat je en hele mooie buitenruimtes krijgt en ook heel goed groen. Oh ja, dit was weer een teaser, mensen. Dus blijf luisteren. Oké, dus dat hebben we gehoord. De toren is natuurlijk ook hoog. Hoe werkt het met schaduw? Nou, het fijne aan deze plek voor torens is dat eigenlijk de schaduw van de toren die gaat eigenlijk over de Rijnhaven. Dus de zon die komt hier op en die draait zo heel mooi over Katendrecht heen. Dus eigenlijk niemand op Katendrecht heeft last van de schaduw van de toren. En als mensen thuis denken van, het zit me niet lekker. Ik wil weten wat de schaduw bij mij gaat doen thuis. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen zoiets hebben van, joh, wat zie ik straks vanuit mijn raam? Hè, bijvoorbeeld ook als je in de Phoenix Lofts woont. Kijk, we hebben allemaal mooie 3D-programma's. Daar kunnen we heel zorgvuldig laten zien vanuit elk stukje, elke plek in de wijk, hoe ziet het er straks uit voor mij?
Laat het weten als je dat wil weten. Laat ons weten per e-mail waar je woont. Dan kunnen we ofwel een Zoom-meeting met je beleggen om te laten zien wat zie ik straks. We kunnen ook plaatjes sturen van wat ziet u straks vanuit uw huis. Een groot deel hiervan gaat over betaalbare huizen. Ja. Er is gekozen voor 10% sociale huurwoningen. Ja. Waarom is die verdeling gemaakt? Nou, in totaal komen er 50% betaalbare woningen. En daarvan 10% sociaal. Daar is voor gekozen omdat er relatief veel sociale woningen zijn in Zuid. En er eigenlijk een nog iets grotere behoefte is aan wat ze noemen de middenhuurwoningen. Dus en de onderwijzers, de politieagenten, zorgpersoneel. Ja. Ja, exact. En daar maken we dus 40% van de woningen is dus voor die prijsklasse. Dat zijn woningen die in de huur niet duurder zijn dan 1000 euro per maand. En het zijn woningen die in aanschaf niet duurder zijn dan 300.000 euro aankoopwaarde. Mooi, dankjewel. Ja. We gaan naar de vragen van de kijkers. Ja. Waarom is er gekozen voor zo'n gigantisch hoge toren? En voor het feit dat alles dicht op elkaar gebouwd wordt. Het ruimtelijke van Katendrecht verdwijnt hiermee in dit gedeelte van het eiland. Maak van je hart geen moordkuil in de chat. Ja, vertel. Nou, goede vraag. Kijk, we hebben ervoor gekozen om eigenlijk een deel van het plan flink te verdichten. Dat is eigenlijk een deel wat meer op de pols ligt. Daar wordt op dit moment al heel veel nieuw gebouwd. Die pols, dat is zo'n begrip voor jullie. Wat is de pols? Ja, kijk, Katendrecht is natuurlijk een heel lang schiereiland. Ja. En dan is dit deel is de pols. Ja. Nou, en dat deel hebben we besloten om redelijk veel te verdichten. Want daar wordt ook nog heel veel nieuw gebouwd. Dus daar heb je relatief weinig, zeg maar, buren, zou je kunnen zeggen. En in dit deel van Katendrecht, waar je al veel meer bestaanden hebt, hebben we ervoor gekozen om het wat lager en wat minder te verdichten. Ja. Dus daar hebben we wel al rekening mee gehouden in het plan. Dus het is ook perceptie. Het is ook perceptie. En ik denk wat belangrijk is om te melden, is dat de enorme woningbehoefte is in Rotterdam. Ja. En zeker ook een enorme vraag naar betaalbare woningen. En net die doelgroep die we natuurlijk net noemden dan ook. Ja. Maar hier zegt iemand juist, 220 meter is toch bij lange na niet hoog genoeg om Rotterdam in de top 10 te krijgen van hoge gebouwen in Europa. Ja, dat is een mooie kreet. Ik ben ook zelf hoogbouwfan, dus ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Aan de andere kant denk ik wel dat als je kijkt naar de grotere ontwikkeling in de buurt, dus ook de ontwikkeling die hier gaat komen. Hij wordt hoger dan de Rotterdam, denk ik, of niet? Hij wordt hoger dan de Rotterdam, alleen hier is op de kop van de Rijnhaven, dus naast de Luxor, is vooralsnog nog een toren voorzien van 250 meter. Mm. Dus hij blijft daar wel onder. Dus jullie zijn met elkaar een wedstrijdje aan het doen? Ja, die verliezen wij alleen, want wij zitten op 220 op dit moment. Okay. Ja. Nou, in samenspraak met de buurt, de omgeving, weten jullie al hoe dat georganiseerd wordt? Nou, ik zeg alvast tegen u dat we sowieso zo meteen ook met de gebiedsmanager gaan praten. Dus die gaat daar dieper op in. Ja. Maar kan jij er al vanuit jullie iets over zeggen? Ja, zeker. Nou, in ieder geval is het zo dat wij absoluut geloven in open communicatie met iedereen. Dus meld je gewoon bij ons en wij zullen ook altijd je vragen beantwoorden. Wij willen graag met de plannen voort in de komende tijd. We denken ook dat het belangrijk is om de fabriek ook te verplaatsen. Ja, dus we zijn wat dat betreft gewoon klaar voor de dialoog. Zodra de nood van uitgangspunt is vastgesteld, denken we dat er een aantal onderwerpen zijn waar we gewoon in dialoog over zullen blijven. Waaronder ook bouwverkeer bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook de precieze uitwerking van de gebouwen. Ja, daar komen we dus zo uitgebreid op terug. Ja. Heel goed. Ik heb nog een vraag voor Maurice. Dus dat vraag ik even aan jou, Maurice. Er wordt gepraat alsof dit het uitgangspunt is. Het is toch niet meer dan een idee van een aantal initiatiefnemers? Dat klopt. Het is zeker een idee van een aantal initiatiefnemers. Maar wel een idee wat de gemeente Rotterdam omarmd heeft en waar we aan meegewerkt hebben. Dus wij hebben dat wel eens degelijk in uitgangspunten vervat. Die twee nota's zijn ook op de website te vinden. Ja. En als het goed is, gaat er inderdaad het college die aan het einde van januari richting de raad sturen. En gaat de raad erover besluiten of dat inderdaad het uitgangspunt gaat worden. Ja. Exact. Dus het is iets verder. Ja. Ik denk dat we naar de polvraag gaan, Nanne. Ja. De polvraag is 50% betaalbare woningen. Is dat een goed idee op deze plek? Eens, oneens of geen mening? Dus kijk even als u meedoet in de app van Zoom. 50% betaalbare woningen. Is dat een goed idee? Eens, oneens of geen mening? Dan gaan we even kijken, want dat druppelt natuurlijk even binnen. Er zit ook wat vertraging op de lijn, dus er wordt aan gewerkt. Bent u het daarmee eens of niet? Ja, 86% van u vindt het een goed idee dat het minimaal 50% betaalbare woningen betreft. 8% oneens, 7% geen mening. Dan weet ik niet of we op de
100% uitkomen, maar wel ongeveer. Heel goed, dank voor het meedoen. En er komen nog een paar polvragen aan, dus blijf erbij. En dankjewel, Nanne. Wij gaan zo meteen jou nog terugzien in de vragenronde. Ja, en we gaan eerst naar de landschapsarchitect, dat is Steven Delva. En neem lekker plaats, ja, Nanne. Steven, we gaan even verbinding met hem zoeken, want hij is niet in deze uitzending, hij zit op locatie. Dat heb je natuurlijk in deze tijd. Hey, goedenavond Steven. Wat leuk dat je er bent. Ja. Fijn dat je er bent. Steven, zouden we kunnen zeggen dat het landschap een verbindend element is tussen alle ontwerpen? Geen rode draad, maar een groene draad. Ja, dus dat zou je absoluut kunnen stellen. En wat het fijne is, zeg maar inderdaad, dat groen een ontzettende meerwaarde in dit gebied gaat geven. We kijken nu in de huidige situatie naar eigenlijk een versteende omgeving. Het is een haven, het is ruw, het is grauw. En eigenlijk het eerste wat we wensen te doen in deze doorontwikkeling van dat stukje Rotterdam, is uiteraard de kade en het karakter gaan waarderen. Maar inderdaad heel veel groen gaan toevoegen om te kunnen spreken van leefbaarheid. Want die leefkwaliteit, zeg maar, dat we wensen te creëren in de openbare ruimte, op het maaiveld, dus op de begane grond, kun je absoluut gaan creëren door heel veel groen toe te voegen. En dat wensen we in dit project te gaan doen. Weet je wat ik wel grappig vind, Steven? Want natuurlijk wordt het industriële karakter van Katendrecht geroemd, evenals heel Rotterdam. Maar jij zegt eigenlijk, nou, we kijken niet alleen maar naar dat stukje van de geschiedenis, maar we kijken ook bijvoorbeeld verder terug. Kan je dat uitleggen? Ja, absoluut. Want eigenlijk de haven is er natuurlijk een tijd geweest. Het is een tijdsperiode dat de haven actief was daar. Daarvoor had je natuurlijk de polder. Daarnet zag je dat ook in het filmpje. En eigenlijk willen we een letter toevoegen aan deze historie. En eigenlijk in de toekomst gaan kijken. En daarin dat groene, dat duurzame, gaan toevoegen aan die verschillende lagen van de geschiedenis. We gaan niet een historische laag gaan uitgummen. We gaan die ook vieren. Maar we gaan wel een stukje toevoegen. We gaan wel een nieuwe letter toevoegen. En dat zal het stukje zijn van het groen, de verblijfskwaliteit gaan genereren, terwijl het wel nog een stoer karakter blijft behouden. En Steven, nu even down to business, want er zijn mensen heel erg gehecht aan hun parkje. Wat gaat daarmee gebeuren? Het parkje, op het veld, zeg maar, of het veld heet het ook, in de volksmond reeds. Daar komt inderdaad een blok te staan. Maar wat fijn is, zeg maar, het parkje blijft bestaan en gaan we ook waarderen en veel beter maken. En als je goed kijkt in de plannen, komen eigenlijk al 40%, ongeveer 40% meer groen uit in dit stukje dan dat er momenteel ligt. Dus het parkje breidt uit en dat is heel fijn. Gaat zich eigenlijk nestelen tussen de fabrieken, tussen de historische gebouwen die behouden blijven. Dus het krijgt veel meer karakter. Er komen ook functies in. En dat maakt het niet een grasveld of een konijnenveld, maar eigenlijk een stukje stadspark die geschonken wordt eigenlijk aan de toekomstige bewoners. Een konijnenveld. Ik weet niet of dat een heel goed idee is, Steven. Heb je dadelijk heel veel konijnen. Maar luister eens, je zei functies. Hebben we het dan ook over een speeltuin bijvoorbeeld? Nee, absoluut. Zeg maar, als we kijken naar die openbare ruimte, dan zal de openbare ruimte en het groen absoluut speelplekken integreren. Want eigenlijk, als je zoveel woningen toevoegt op zo'n kleine plek, dan is het heel belangrijk dat je speelplekken, plekken waar bankjes gepositioneerd worden, ook ouderen zijn welkom in dat groen. Dus zoveel woningen, zoveel speelplekken. En dat wensen we hier ook te gaan creëren en vorm te geven. Nou zit het niet direct in jullie plan, maar door deze ontwikkeling komt er ook ruimte voor een drijvend park. Klopt dat? Ja, zeker. Het drijvend park heeft natuurlijk een enorme mooie potentie aan de Rijnhaven en zal uiteraard ook deze locatie heel een belangrijke toevoeging zijn van het vertier, het groen, het kunnen slenteren door het groen aan het water. Dat is een heel belangrijk onderdeel van deze planvorming. Maar inderdaad, zoals u noemt, zeg maar, dat is niet onmiddellijk, zeg maar, binnen dit traject van de Codrico, maar is een traject die de gemeente Rotterdam misschien zelfs zeg maar eerder zal uitvoeren, in ieder geval stukken van het park zal uitvoeren. Ik ben nog wel even nieuwsgierig, Steven. We hebben gehoord dat architect Nanne ook geïnspireerd is en hij en zijn collega's door bijvoorbeeld New York, de geschiedenis van de Holland-Amerika-lijn, de fabriek. Maar als landschapsarchitect, waar laat jij je dan door inspireren?
Ja, vooral door het, als je kijkt naar wat wij te bieden hebben als landschaparchitect. Je hebt designers, je hebt architecten en dat is vormgeving. Maar wij mogen spelen met die natuur en met eigenlijk het spel van de natuur gaan introduceren in dit stedelijk gebied. En dat is een ontzettende inspiratie. Gewoon kijken hoe planten groeien, hoe planten zich nestelen in die stedelijke omgeving. Dus wat fijn is dat er eigenlijk een gebied komt waar mens zich thuis voelt, maar waar ook de natuur en de planten zich thuis voelen. Dat is voor ons de absolute inspiratiebron om dit gebied een leefbare toekomst te geven. We nemen even één vraagje voor de tuinliefhebbers die kijken. Wat wordt de mooiste plant in het ontwerp? Jouw lievelingsplant? Of de lievelings... Oh, dat zijn er heel veel. Eentje. Ik denk zeg maar in zo'n locatie dat je een mix van bomen moet gaan kunnen creëren. En niet zozeer één soort boom, zoals je vaak ziet in stedelijke ontwikkeling. Maar dat we eigenlijk een mix moeten gaan zien van bomen. Dus ik zou eerder zeggen van laten we een mix van bomen voorstellen in plaats van één boom. Heel goed. Een mix van bomen, mensen. Dat kunt u verwachten als u straks uit het raam kijkt. Steven, ik heb ook voor jou een paar vragen vanuit de chat, vanuit de Q&A. Dat is natuurlijk wel te verwachten, want Rotterdammers houden juist van het rauwe industriële karakter. Waarom moet dat worden opgeleukt? Dat betekent karakterverlies. Ik denk dat het absoluut plekken zullen dit karakter, dat stoere karakter blijven uitstralen. Kijk maar naar de kade. Dat zal natuurlijk een blijvend monument zijn van een stukje historie, zeg maar. Maar als je kijkt naar de Buntstraat, dat is een nieuwe straat. En daar wordt het groen, daar wordt het heel fijn om te vertoeven. En we hebben natuurlijk ook de opgave om leefbare steden te maken, die hittestress eruit krijgen. En ik denk dat daarvoor groen absoluut een heel belangrijk middel is. Dus ik denk dat het van beide moet komen. Zeg maar, dat stoere karakter wensen we absoluut nooit te verliezen. Maar het zal wel hier en daar zeg maar, zeker een extra laag aan toegevoegd worden. En dat is het laag van die vergroening. De volgende vraag geeft ook misschien iets van dat stoere karakter. Want hoe zit het met de wind tussen de hoge gebouwen? Fijn zo'n park, maar je waait er straks dubbel hard weg. Ja, ik denk zeg maar, dat er sowieso binnen de planvorming heel veel windstudies worden gecreëerd. En met die gegevens ga je aan de slag. Nanne noemde het al, de gebouwen kunnen hier en daar nog wat getransformeerd worden. En dat zullen uiteraard vanuit de chat vanuit deze avond komen, maar ook vanuit de windstudie. Dus de windstudie zal ook bepalen zeg maar, wat hier en daar zeg maar, wat beter moet. En dat, dus de gebouwen zijn een eerste aanzet. En uiteraard hier en daar zal nog een kleinheid aan getransformeerd worden om inderdaad die wind en die sterke wind zeg maar, hier en daar echt te gaan downgraden en om die verblijfsplekken te gaan creëren. Oké, dankjewel voor nu Steven voor de vragen, maar jij hebt ook een polvraag voor ons. Ja, dat heb ik zeker. Met deze ontwikkeling zeg maar, kunnen we hiermee de Rijnhaven... kun je hiermee het rondje Rijnhaven hiermee compleet maken? Ja, oneens of geen mening? Ja, het rondje Rijnhaven is hiermee compleet. Bent u het daarmee eens, oneens of heeft u daar geen mening over? Laat het weten in de poll-functie als u kijkt via de app van... Het eitje is klaar. Ja, we gaan het nog eventjes nu verwerken wat de antwoorden zijn die u heeft gegeven. Het rondje Rijnhaven is hiermee compleet. En 72% van u is het daarmee eens. Dus bijna driekwart van de mensen zegt yes, het rondje is hiermee compleet. En dat klopt natuurlijk ook, want je kan nu voor het eerst straks daadwerkelijk rondlopen. En je wordt niet door een hek tegengehouden. Dus dank voor het invullen. En Steven, jij ook bedankt. En blijf natuurlijk nog even hangen voor zometeen de uitgebreide vragenronde. Dank voor nu in ieder geval. Dank je wel. En wij gaan naar het derde blok en dat gaat over bereikbaarheid. We gaan het hebben over bereikbaarheid in het gebied en dat geldt zowel voor tijdens de bouw, hè, wat kunt u dan verwachten van de werkzaamheden, maar ook van de eindsituatie. Als het af is, wat betekent dat dan voor parkeren of waar kan je je auto kwijt? Daarover praten we met Peter Spakman. Hij houdt zich bezig met de gebiedsontwikkeling van Katendrecht en hij onderhoudt ook nauw contact met de buurt en de wijkraad. Ha Peter, goedenavond. Goedenavond.
Fijn dat jij er ook bij bent, Peter. Veel vragen ook over de bereikbaarheid, ook in de chat. We hebben dus eerst die fase tijdens de bouw. Hè. Laten we dat even daarmee beginnen. Dat zien we dus even als iets anders dan als het uiteindelijk af is. Maar tijdens die bouwfase, waar moeten de mensen dan rekening mee houden? Nou, tijdens die bouwfase gaat er natuurlijk best wel wat gebeuren. Want het is een gebied, het is niet alleen op de Codico-locatie waar we bouwplannen hebben. Maar we hebben eigenlijk in de hele pols van Katendrecht, het gebied tussen de Hillelaan en Codico ongeveer, waar nog bouwplannen gerealiseerd zullen gaan worden de komende jaren. We hebben daar laatst ook met de wijk over gesproken, begin november. Want ja, we voorzien wel dat dat ook de nodige effecten gaat hebben en dat je dat goed moet gaan regelen. En ja, daar komt dit project nu bij. Het is een groot project, dus het gaat ook echt wel invloed hebben. We hebben daar ook al wel over gesproken met de wijk. We kennen ook de belangrijkste zorgen. En ja, dat gesprek is ook nog niet klaar. We gaan er graag mee door met dat gesprek. En ja, nu Codico natuurlijk als met Red Company aan tafel zit, zit er weer een speler bij aan de tafel om samen naar oplossingen te zoeken. Maar Peter, als jij zegt van ja, we kennen de bekende zorgen, waar moet ik dan aan denken? Nou, wat natuurlijk een belangrijk kenmerk is van het gebied, is dat het is een smalle strook waar veel op gaat gebeuren. Dus sommige gebouwen zoals Codico die staan langs het water. Dat is gunstig, want ja, daar kun je makkelijker gebruik maken van het water als transportroute. Maar andere gebouwen staan langs de brede hele dijk. En daar heb je wat minder ruimte om alles te regelen. Dus nou ja, voor die vraag zijn we nog op zoek naar een definitieve oplossing, hoe we dat gaan aanpakken. Want wat natuurlijk wel belangrijk is, is dat tijdens die ontwikkeling de mensen en de wijk gewoon goed bereikbaar blijft. Op een manier waarop iedereen zich ook veilig voelt. Dus en als je het hebt over veiligheid, dan zijn de hulpdiensten natuurlijk het allerbelangrijkste. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat de hulpdiensten er niet kunnen komen. Nee, daar hoef je nooit geen zorgen over te maken. Dat wil zeggen, wij maken die plannen natuurlijk, voordat we ze maken en vaststellen, wordt dat ook afgestemd met de hulpdiensten. Maar bereikbaarheid van hulpdiensten is natuurlijk wel het minste wat in de wijk op orde moet zijn. Maar het gaat ook gewoon om de dagelijkse doorstroming van de wijk. Hè? Dus je moet ook gewoon je wijk in en uit kunnen blijven komen. En daar wordt al naar gekeken. Ik heb ook gehoord dat er zelfs al de boel is doorgerekend. Hè. Je hebt dus de plannen en dan wordt gekeken van nou, wat zouden de effecten daarvan zijn. Wat kwam er uit die doorrekening? Nou, die doorrekening heeft eigenlijk betrekking op de eindsituatie. Hè. Want we hebben natuurlijk gekeken van wat kan er in Katendrecht eigenlijk nog bij. Dat is ook een vraag die in de wijk leeft, waar we ook over in gesprek zijn. De groei van Katendrecht hebben we globaal doorgerekend op het verkeersnetwerk. En dat ziet er positief uit. De eerste berekeningsresultaten laten zien dat Katendrecht die groei nog wel kan hebben. Dat kan ook mede dankzij het feit dat bijvoorbeeld in Codico heel terughoudend omgegaan met parkeerplaatsen. De nieuwe parkeernormen van de gemeente laten het toe dat bouwontwikkelaars heel weinig parkeren gebruiken in de gebouwen, zodat je ook minder verkeersafwikkeling hebt. Oké, we gaan zo dan even naar inderdaad de fase, daar zijn we eigenlijk al in beland, de fase van als het af is, maar nog heel even over het bouwen. Want ik hoorde jou over het water praten. Kan een deel van de bouwwerkzaamheden of het materiaal ook aangevoerd worden via het water? Er is water en water is natuurlijk altijd een prima transportroute. Het is in de bouwlogistiek best wel een puzzel om dat op te lossen, maar we gaan dat heel graag verkennen. En Red Company heeft al aangegeven dat ze die mogelijkheden zeker willen gaan onderzoeken. En we denken dat dat voor deze plek ook een hele belangrijke kans is om dat hier inderdaad te gaan toepassen. Om met zoveel bouwvolume te kijken wat je via het water kan doen. Oké, nou dat ga ik dan gelijk even vragen. Nanne, gaan jullie dat doen? Weet je dat al? Jazeker. Het is ook een beproefd middel in Rotterdam. Bijvoorbeeld de Rotterdam zelf, het gebouw de Rotterdam, is ook deels via het water gebouwd. Dus dat zien we als een hele goede mogelijkheid voor deze plek. En dat zou dus overlast schelen als dat lukt? Ja, aanzienlijk. Wij denken namelijk dat zeker het Codico-terrein uitstekend kan worden ontsloten vanuit het water. Oké, nou, dat heeft u dan gehoord. Dat zou mooi zijn. Peter, terug naar de eindsituatie. Je zei al van, nou, als het straks af is, dan proberen ze eigenlijk een ontwerp te maken waar sowieso de auto misschien een beetje ontmoedigd wordt. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag je zeggen. En de gemeente geeft daar ook alle ruimte voor. Want zoals wellicht bekend, Rotterdam die werkt ook aan een mobiliteitstransitie. We willen de binnenstad en de stad laten groeien, maar dat
ja, de stad zelf wordt niet groter, dus ze moeten de ruimte beter verdelen. En op het vlak van mobiliteit zijn we dus aan het ombuigen naar minder auto en meer openbaar vervoer en meer langzaam verkeer zoals fiets en lopen. Nou, en door een lagere parkeereis op te nemen in bouwplannen, dus gewoon minder parkeerplaatsen per woning te maken, kun je daar stappen mee maken. En het plan Codico die gaat uit van 550 parkeerplaatsen op 1500 woningen. Dus dat is ongeveer 1 op 3. Dat is best een lage parkeernorm. En dat kan ook dankzij dat openbaar vervoer wat in de directe nabijheid is. Dus station Rijnhaven, ik zat vroeger op de middelbare school bij Dijkzicht. En ik reed dus ook elke dag langs Rijnhaven. Ik overigens, als je het straks terug gaat zien uit de metro, is het totaal getransformeerd. Maar dat station krijgt dus gigantisch groter belang. Dat station dat krijgt een veel groter belang. En dat is niet alleen voor Codico, maar ook voor de ontwikkeling van de Rijnhaven. Gaan we steeds meer belang hechten aan de goede ontsluiting van dit station. Dus ook in de plannen voor de Rijnhaven zul je terugzien dat we daar hoog op inzetten om dat goed te gaan gebruiken als ontsluiting van het gebied. Ja, dus in het plan zijn geloof ik 550 autoparkeerplaatsen opgenomen. En hoi Steven, we checken even of je gewoon nog wakker bent voor zometeen de vragenronde. Maar daar is Peter weer heel goed. Peter, er wordt dus ook extra belang aan de fiets gegeven. Wat hebben jullie daarvoor bedacht in de plannen? Nou, in deze plannen zit ook een behoorlijk aantal fietsparkeren. En dat past ook helemaal bij die parkeernorm. Hè. Die parkeernorm, Maurice zou dat trouwens ook heel goed kunnen uitleggen. Maar bij die parkeernorm, die geeft je de mogelijkheid om veel minder auto's in te passen in je bouwplan. Maar er staat er wel tegenover dat je fors moet investeren in het fietsparkeren. Dus veel meer fietsen per woning dan in de oude normen. En daar wordt in dit plan duidelijke keuze voor gemaakt. Dus er zitten ruim 6600 fietsparkeerplaatsen, heeft Nanne opgenomen in het plan. Dus ja, dat is echt wel een omkeer van de mobiliteit van de bewoners. Laat ik zeggen, de gemeente Rotterdam, die is de regisseur over alle werkzaamheden en de bereikbaarheid, toch? Nou ja, kijk, de bereikbaarheid moet uiteindelijk natuurlijk op het niveau van het gebied kloppen. Dat regelen we formeel in de bestemmingsplannen. Dus uiteindelijk in de formele procedure van het bestemmingsplan moet het allemaal getoetst worden. Hoeveel verkeer er komt, hoeveel verkeer er weg kan rijden, hoe dat ontsloten is. Dus dat regelen we formeel in de bestemmingsplannen. En uiteindelijk ook op straat, hè. Ik denk dat je daar ook op doelt. Als het gaat over het bouwen, dan is de gemeente regisseur. Als het gaat om het geven van bouwplaatsvergunningen en toestemmingen aan ontwikkelaars en bouwers om ruimte in te nemen of om wegen af te sluiten of juist ze te verplichten open te houden en dergelijke. Yes. Nou, we gaan even kijken naar wat vragen in de Q&A, Peter. Dus blijf erbij. Ja. En daar komt de eerste. Hoe blijft u de leefbaarheid en bereikbaarheid tijdens de bouw garanderen? Door zorgvuldig aan een plan te werken waarin eigenlijk tegemoet gekomen wordt aan de zorgen die er leven in de wijk. En een balans te vinden tussen wat minimaal nodig is om te kunnen bouwen en wat echt nodig is voor de veiligheid van de wijk en voor de leefbaarheid. En we denken daarbij aan dat je een goede scheiding moet zien te maken tussen bouwverkeer en gewoon verkeer. Dat je robuuste oplossingen moet kiezen die niet van maand tot maand veranderen, omdat er weer een bouwplannenfase is veranderd, maar dat je gewoon steeds weet waar je aan toe bent. En zodat er ook gewenning ontstaat. En gewenning is ook goed voor de doorstroming van een wijk. Dat je in ieder geval weet waar je aan toe bent, bedoel je eigenlijk meer. Ja. Dat je niet iedere keer opnieuw moet. Oh, waar moet ik nou weer heen? Ja, dat is voor mij verschrikkelijk. Ja. Oh, daar kan ik niet tegen. Oké, daar wordt dus op gelet, mensen. Heel goed. Deze vraag noem ik wel even, maar is denk ik wel al voor een groot deel genoemd door Peter. De vraag is, hoe gaan we voorkomen dat Katendrecht verkeerstechnisch dichtgroeit? Hoeveel extra parkeergelegenheid per nieuwe woning wordt er gecreëerd? Het zou mooi zijn als er vooral op openbaar vervoer wordt ingezet. Dus Peter, even kort in de herhaling, dat wordt gedaan, hè? Dat wordt gedaan, ja. Oké, dankjewel. Ja. Nou, dat staat er hier. Er wordt wel veel water gedempt. Hoe wordt er gezorgd dat het open water blijft bestaan? En is dit geen opmaat om steeds meer water te dempen? Klopt, ik ga het even eens aan Nanne ook vragen. Nanne, klopt het in de plannen dat er water wordt gedempt? Dan kan ik even heel strikt op antwoorden. In onze plannen niet, want wij ontwikkelen alleen op de kavel van de fabriek.
Maar het klopt wel dat in de plannen van de gemeente, in een bredere plannen van de Rijnhaven, wordt water gedempt. Maar het is eigenlijk alleen een deel aan de kop van de Rijnhaven. Is dat en aan mijn idee, hoeveelheid? Ja, volgens mij wordt daar een strook. Een derde van de Rijnhaven wordt gedempt. Interessant is natuurlijk dat, wat Steven ook al zei, 130 jaar geleden was die Rijnhaven er ook nog niet. Hè? Toen was hij gegraven. Dus het is ook een heel interessant spel van, vroeger was het polder, nu is het haven en nu wordt het voor een deel weer teruggegeven. Dus polder was eigenlijk grasland, het was ooit grasland. Ja, exact. Ja, toen werd het gegraven. Ja, toen was het opeens haven en nu wordt het opeens teruggebracht als park. Maar ik denk, tenminste de plan die ik ken en het masterplan van de gemeente, wat je ook online heel goed kan vinden, daar zie je heel duidelijk wat de kaders zijn voor dat opgespoten land. En het is volgens mij heel duidelijk dat dat niet meer gaat worden dan wat er nu is. Oké. Dus u kunt dat alsnog nakijken, het masterplan Rijnhaven. Dat gaat dus over het hele gebied, niet alleen het Codrico-terrein. Kunt u even kijken hoe dat er straks uit gaat zien. Terug naar Peter. Ik heb weer een vraag voor jou. Waar gaan toekomstige bezoekers of recreanten parkeren? Nou, in de... Op een paar manieren. Ook die doelgroep hopen we natuurlijk vooral met openbaar vervoer naar dit gebied te trekken. Want dit gebied heeft straks twee metrostations tot zijn beschikking. Het station Wilhelminaplein en het station Rijnhaven. Dus het is optimaal ontsloten met openbaar vervoer. Kom je dan toch met de auto, dan zijn er in de omgeving natuurlijk diverse publieke parkeergarages waar je dan je auto kunt stallen. Yes. Maar nogmaals, onze inzet is dat we zoveel mogelijk mensen met langzaam verkeer of met openbaar vervoer willen aantrekken. Dan daar nog een vraag over aansluitend. Wordt het OV uitgebreid op Katendrecht of moet iedereen richting Metro Rijnhaven of Wilhelmina, dat heb je net ook gezegd, Wilhelminaplein? Nou, dat is niet helemaal een vraag aan de gemeente. Maar we zijn natuurlijk wel in gesprek met de MRDH en de RET hoe dat in de toekomst gaat verlopen en wat daarvoor nodig is. Wat er nodig is aan een metrostation en de bus die er nu is. Het is nu een pendelbus tussen de SS Rotterdam en station Rijnhaven. Wat daar de frequentie van is en van wat moet worden in de toekomst. Oké. Okay. Dus, dan, dit is toch een vraag die gewoon heel erg leeft in de chat, dus in de Q&A. Dus ik stel hem nog een keer, Peter. Dus geef er alsjeblieft even antwoord op. Worden er voldoende parkeerplaatsen per woning gerealiseerd? Er worden er voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. Er worden zoveel parkeerplaatsen gerealiseerd als dat er aangeboden worden. En bewoners die daar komen wonen, die weten van tevoren wat ze krijgen. Dus als je er gaat wonen, dan weet je van ik heb geen parkeerplaats. Of ik heb er één of ik heb een gedeelde plaats. Hoe Nanne dat ook uiteindelijk gaat regelen. Ik vraag het dan ook even aan Nanne, Peter. Ja, het is natuurlijk wat is voldoende inderdaad. Maar wat zeg jij hierop? Nou, dat is een heel goede vraag die wij vaak krijgen als wij ontwikkelen in binnenstedelijke gebieden. En wat je ziet op deze plek ook, is dat het een plek is die heel goed is ontsloten. Waar mensen ook gewend zijn om misschien veel meer met de fiets te doen. En wij zien ook dat als je te veel parkeerplaatsen bouwt, dat die vaak ook leeg staan. En dat zie je nu deels ook bij de Phoenix Lot heel goed ontstaan. Dus wij zijn ervan overtuigd dat dit een plek is om te wonen, waar je gewoon weet als je daar gaat wonen, dat het niet heel logisch is dat je daar per se een auto bij huis hebt. Dus je mikt ook op een bepaald type bewoner die daar misschien niet per se die noodzaak bij voelt. Ja, of een auto deelt, of een auto huurt. Of, Wat ook heel belangrijk is om daarbij te vertellen, is dat zeg maar, als er dan de garage vol is, dat ook die mensen die dan zeg maar toch een auto willen hebben, die krijgen niet automatisch een vergunning om op straat te parkeren. Ja. Omdat dan is aangemerkt bij de gemeente, dat gebouw heeft zoveel parkeerplaatsen, Katendrecht heeft zoveel parkeervergunningen en op een gegeven moment als daarboven worden geen vergunningen meer uitgegeven. Ja. Dus in die zin, zo reguleert de gemeente zeg maar ook dat die mensen dus op een bepaalde manier hun mobiliteit organiseren. Ja. Ja. Dus dat flankerend beleid is hartstikke belangrijk. En dat moeten we als gemeente ook goed regelen, want anders gaat het inderdaad natuurlijk niet goed. Anders dan gaat het wel dicht slibben. Ja, want anders maak je weinig parkeerplaatsen in het gebouw, hebben die mensen toch een auto en dan parkeren ze hem gewoon in de wijk als ze een vergunning krijgen. Ja. En dan krijg je die parkeerdruk die je niet wilt. Dus dat flankerend beleid is ontzettend belangrijk om goed te regelen als gemeente. Ja. Dankjewel Maurice voor deze aanvulling. Peter, nog één vraag voor jou, dus de laatste vraag in dit rondje. We hadden het net al even over de hulpdiensten, aanvullend hierop. Is er nagedacht over veiligheid van één aan- en afvoerweg voor zo'n grote wijk in het geval van een calamiteit?
Katerrecht is een pier en hij heeft twee aan- en afvoerwegen. Hij heeft natuurlijk de Maashaven Noordzijde en de Brede Hele Dijk. Ja, en dat is de hoofdstructuur die er is. Dus een dubbele ontsluiting. En die komt ook terug. Die zit ook gewoon, die is er nu en die zit ook uiteindelijk in de eindsituatie van Katendrecht. En daar worden de plannen ook op getoetst. En daar kijken, zoals ik ook net al zei, hè, daar zijn we natuurlijk ook mee in afstemming over met de hulpdiensten. Maar dat is het uitgangspunt. En daarom toetsen we dat ook in de bestemmingsplanprocedures. Dankjewel Peter. Dit waren voor nu even de vragen uit de Q&A. Jij hebt ook nog een polvraag voor ons. Vertel. Ja, dat gaat dus over de bereikbaarheid van Katendrecht. De poll is: maak een gezamenlijk plan voor de bereikbaarheid van Katendrecht. Eens, ja. Oneens of geen mening. Dus de vraag luidt: maak gezamenlijk een plan voor de bereikbaarheid van Katendrecht. En dan moeten we dus denken: maak dat ook samen met de buurt. Bent u het daarmee eens, oneens of heeft u daar geen mening over? We gaan kijken wat deze vraag voor antwoord oplevert. Fijn dat u zo goed meedoet. We krijgen heel veel reacties. En u zegt met 88% dat u dus heel graag ook wil bijdragen aan het plan voor de bereikbaarheid. Geweldig. Nou, Peter, er is heel veel animo om mee te denken. Nou, dat is hartstikke goed. Er is ook al een klankbordgroep gevormd op Katendrecht, dus dat lijkt me een prima gelegenheid om op aan te sluiten. Oké, hou die de klankbordgroep dus in de gaten, mensen. Heel goed. Dankjewel voor nu, Peter. En dit brengt ons nu bij de vierde ronde en dat is de vragenronde. En we staan weer bij onze eerste plek, bij de houten maquette. Zo kun je ook heel goed die hoge toren zien. Er zat er zoveel glas. Ja, glas en aluminium zit erin. Ja. Ja, en balkons die dus steeds zo naar verder naar boven lopen. Mooi. Ja. Ik heb hier een reactie die zegt: mooi plan. Wat zal ongeveer de koopprijs zijn van de goedkoopste woningen? Hoeveel zijn dat er? En wanneer zijn die beschikbaar voor bewoning? Jeetje, ik denk dat deze persoon al voorsorteert op een uitstekende vraag. Een uitstekende vraag. Dat is nog niet helemaal bekend. Dus dat kunnen we helaas nog niet zeggen, maar wat diegene zeker kan doen is zich inschrijven op de nieuwsbrief. Dan wordt hij meteen als eerste op de hoogte gesteld van de prijzen en wanneer de woningen. Waar ga je dan heen? De Coderco-terrein of Red Company? Ja, ik geloof Coderco-terrein.nl. Google even Coderco-terrein, dan kom je ongetwijfeld ook bij de nieuwsbrief. We zoeken het nog even uit. Ja. Wat we wel kunnen zeggen is dat de helft van de woningen betaalbare woningen worden. En dat wil zeggen ofwel een huurprijs van maximaal 1000 euro of al een koopprijs. Van, en dan heb je een studio of wat heb je dan? Ja, dan heb je een appartement. Ja. Met meerdere kamers? Ja. Kijk, waar, dat is wel bijzonder, want waar heb je dat voor 1000 euro? Ja, dat is bijzonder. Wel waar. Dus nog iemand die zegt: wanneer voorzien jullie de start van de woningverkoop? Dus, ja, goeie vraag. Hij brandt op de lippen. Nou ja, ik denk dat die start is zal zijn ergens tussen 1,5 en 2 jaar van nu. Want we gaan... Dus je gaat al in de verkoop voordat het zelfs gebouwd is? Ja, we willen vlak voor startbouw willen we al kunnen beginnen met verkoop. Oké, er komt weer een vraag die een beetje vergelijkbaar is met dit thema. Waarom komt er maar 10% van het totale aantal woningen op sociale huur en maar 50% betaalbare woningen? Wat verstaan we onder betaalbaar? Veel oude bewoners van Katendrecht moesten verhuizen en kregen geen kans om iets betaalbaars te vinden. En met deze plannen lijken die kansen nog veel schaarser te worden. Waarom? Nou, ik hoor daar echt een zorg in zitten over de bereikbaarheid van woningen in Rotterdam. En die zorg kan ik me heel goed voorstellen. Rotterdam is de afgelopen jaren heel populair geworden om te wonen. En die prijzen zijn heel erg hoog geworden. De gemeente heeft in haar beleid ervoor gekozen om een categorie betaalbare woningen te creëren. En dat wil zeggen maximaal 1000 euro huur of maximaal 300.000 euro aanschafwaarde. En dat maakt het denk ik in dit project heel bijzonder dat de helft van die woningen dus in die categorie zitten. Dat is denk ik al een heel stuk beter dan wat in het afgelopen jaar is gebeurd. En waarom er 10% sociaal? Ja, kijk, in de omgeving is behoorlijk veel sociaal. Is ook gekozen voor een balans. Om te zeggen, ja, laten we ook ervoor zorgen dat er ook vooral ruimte is voor de middenhuur. Ja. En de middenkoop. Ja.
Ik zeg even tegen de kijkers thuis, dit is dus de laatste kans om ook vragen in te zenden voor onze Q&A. Dus doe nog even enthousiast mee. Ja, en het kan natuurlijk ook als je vragen hebt voor Steven over het groen of voor Peter over de bereikbaarheid. Ja, en als we ze niet hier beantwoorden, dan beantwoorden ze ook nog per mail. Dus, dat sowieso. En ik zal ook straks nog even uitleggen dat het na vanavond niet helemaal ophoudt. Maar voor in deze uitzending, daar zou ik wel willen aanmoedigen om dat nog even snel te doen. Dan... is er ook gedacht aan een basisschool, kinderopvang, et cetera, in dit project? Aangezien met deze enorme uitbreiding van woningen de bezetting op de huidige basisscholen enorm onder druk komt te staan. Maurice, ik ga even kijken of ik bij jou daar een antwoord op kan krijgen. Zeker. In die zin hebben we er zeker over nagedacht. Als wij een grote gebiedsontwikkeling doen, Katerdijk in het geheel is al een grote gebiedsontwikkeling. Dus toen we Katerdijk gingen ontwikkelen, is bijvoorbeeld de Globetrotter een nieuwe basisschool erbij gekomen. Wij weten dat de basisscholen best wel vol zitten. Dus we zijn ook aan het kijken met onze collega's van maatschappelijke ontwikkeling of er nog een basisschool en zo ja, waar die dan kan komen. Tegelijkertijd als we zoiets ontwikkelen als dit, dan hebben wij daarvoor wat we dat noemen maatschappelijke referentienormen. Dus dan weten we ongeveer 1500 woningen en dan vul je dat in zo'n schema. Dan weet je ongeveer, dat is zoveel huisartsenpost, zoveel basisschool. En dan kun je dat vervolgens, gaan we dat op de wijk leggen. En dan gaan we kijken, moeten we dan wat van welke voorzieningen moeten we toevoegen? Nou, bijvoorbeeld een huisartsenpost is niet zo heel nodig, omdat we op Katendrecht alleen hebben. En dan komt er ook nog alleen in de Groene Kaap. Dus in die zin, die streep je dan weg. Maar zo blijven er zeker wel voorzieningen over waar wel behoefte aan is. En bijvoorbeeld zo'n Fonda-blok vinden wij als gemeente heel interessant om te kijken of we daar niet zeg maar maatschappelijk programma in kunnen huisvesten. Wat zeg maar tussen, laten we zeggen, de bestaande buurt en de nieuwe buurt een intermediair kan vormen. Dus in die zin, zeker zijn we daar attent op. Oké, okay. Ja. Okay. Ik snap dat minder parkeerplekken voor minder auto's zorgt. Maar dan ga je ervan uit dat de young professionals en families die hier komen wonen alleen maar met het OV gaan. Is dat reëel? Dat is er eentje voor Peter, denk ik. Die mag daar antwoord op geven. We gaan hem even weer in de uitzending halen. Peter, heb je de vraag mee kunnen horen? Ja, ik heb hem gehoord, maar ik ben eigenlijk benieuwd wat Nanne daarop te zeggen heeft. Dan gaan we hem even door deze aardappel doorgeven. Nanne. Ja, nou zo heet is hij niet. Kijk, wij zien dat in die binnenstedelijke ontwikkelingen dat steeds een belangrijker item wordt. Mensen hebben eigenlijk steeds minder behoefte aan een auto bij hun huis en anders dan delen ze hem graag. En we denken dat het ook een in die zin een ander soort type bewoner oproept dan, ja. Dan de standaard. Maar dit onderzoek je toch ook? Het is nog niet uit de lucht gegrepen? Nee. Dus er is echt een doelgroep die gewoon liever een huis heeft en niet per se een auto nodig heeft. Nou, vergis je niet, zijn er nog steeds 550 parkeerplaatsen. Ja. Ja. Maar wat we ook interessant vinden, zitten 6600 fietsparkeerplekken. Ja. Er is ook plekken voor een riante bakfiets. Ja, de Harleys plekken, onder de bakfietsen kan daarin. Ja, bakfietsen, maar er zijn ook heel veel plekken voor elektrische fietsen. En je ziet dus dat er wordt uitgegaan van een heel ander aanbod van mobiliteit. En dat vind ik denk ik belangrijk, dat we op een andere manier na gaan denken over mobiliteit in Rotterdam. Ja, maar kan de oude Katendrechter zich daar ook in herkennen? Ja, ik denk van wel. Want ik denk dat de oude Katendrechter ook een Katendrechter is die gewend is om elke keer weer mee te bewegen met de tijd. En dat was zo in 1900 en dat was zo in 1960 en 1980, maar ook nu. Een vraag voor Steven. Steven, we hebben een groene vraag voor jou. Daar komt hij. Gaan de bomen die worden geplant ons zicht verduisteren? Woon je in een mooi appartement? Heb je de hele dag een boom voor je raam? En dit licht aanhouden. Houden jullie daar ook rekening mee? Zeg maar in een, het is niet om een bos gaan maken voor de huizen. Ik denk dat het altijd schuin weg, als er een boom zeg maar, toch voor je woning staat, kun je altijd schuin wegkijken en dan heb je natuurlijk altijd licht. Dus het lijkt me een beetje een gekke vraag dat bomen zichtbelemmerend zijn in deze context. Het is geen muur van bomen, nogmaals, dat we maken. Hier en daar komen bomen te staan. Voor die leefklimaat en de leefbaarheid te kunnen garanderen op het maaiveld, dus op de grond. Dat wil zeggen dat er een aantal bomen komen te staan, maar absoluut nooit een bos. Nee. Dus je kan altijd verzichten creëren tussen de bomen door. En we hebben net gehoord, het is ook een gemixt palet aan bomen. Ja. Dus u heeft ook nog genoeg variatie in bomen waar u op uitkijkt. Ik zeg er even bij, ik kom uit de journalistiek. Gekke vragen bestaan niet. U mag alles in deze Q&A zeggen. Maar goed, misschien moet u dan ruilen met iemand die dol is op bomen. Dan komt het helemaal goed. Deze vraag vind ik, waar gaan we, mag Maurice zeggen waar we die gaan onderbrengen. Blijven de kadebolders? Dat denk ik wel. In die zin,
Ik heb het Steven horen zeggen, hè, dat hij de kade niet gaat wegpoetsen en dat hij het ruwe zeg maar, wil behouden. Maar dat hij dat daaraan wil toevoegen, een laag van groen. En in die zin, de gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld recent de Phoenixkade ingericht. Daar zijn de sporen bewaard gebleven. Dus we houden toch, ja, we houden toch die, van... Die ruwheid die willen we zeker behouden, zeg toch, maar. Toch, Ananne, als er een kadebolder staat, dat koesteren we dan toch? Of is dat maar de vraag? Of verplaatsen nee, zeker. Dan? Ik, absoluut. Maar ik vind het ook heel mooi hoe die gebouwen nu ook op die kade staan. Hè. Die staan ook echt heel mooi stenig op die kade. We hebben met Steven ook al veel discussie over gehad. Hoe zorg je ervoor dat je dat behoudt? Maar tegelijkertijd hoe je wel een bepaald soort zachtheid en ook warmte toevoegt door middel van groen. Soms vind ik in de winter, dan is het soms ook een beetje een harde grijze havenbekken zijn. Ik denk tegelijkertijd dat het ook wel mooi is dat de groen wordt toegevoegd. En daarom denk ik zeker dat die drijvende parken heel veel gaan doen voor de kwaliteit van het gebied. Oké, ja, want inderdaad, er komt dus een heel stuk drijvend park nog aan vast. Dat is dus nog buiten de 40% extra groen die wordt gerealiseerd in dit ontwerp. Daarnaast heb je dus nog de drijvende parken. Kadebolder, ik vind het een mooi woord. Ik kende hem nog niet, dus dank daarvoor. Kan ik ook mijn boot straks aan de kade leggen in verband met de mobiliteitsdifferentiatie? Dat is natuurlijk ook een manier. Peter, onze chef bereikbaarheid, je kan natuurlijk ook met de boot naar je werk, of niet? Nou, als dat zou kunnen, dat zou natuurlijk een hele leuke manier zijn. Dan wordt het een soort Venetië. Ja. Nou... Ik denk, we zijn zeker bezig om in de Rijnhaven te kijken hoe je het water recreatief kan gaan gebruiken. En of daar zal ongetwijfeld gedacht gaan we daar een keer denken over recreatief gebruik van bootjes. Of misschien wel eens kleine lichtplaatsjes. Of je daar structureel opstapplaatsen gaat maken voor woon-werkverkeer. Dat verwacht ik niet 1, 2, 3. Want ja, je kan het wel ergens aanmeren, maar je moet je boot dan ook ergens kunnen afmeren als je op je werk bent. Dus het is niet alleen vertrekken, het is ook ergens kunnen aankomen. Ja, heel goed. Ja. Misschien als je in het maritiem centrum werkt, dat je dan met de boot kan gaan. Goed, ja. Heb jij nog een serieus antwoord op mijn vraag? Zeker. Ja, absoluut. Want zoals sommige mensen weten, ontwikkelen wij ook het Floating Office Rotterdam. Wat in de Rijnhaven op dit moment wordt gebouwd. Maar ik woon bij de Jobshaven. En ik ben wel serieus van plan om heel vaak met de watertaxi op en neer te gaan. Dus ik zie het juist als een enorme kans om veel meer watermobiliteit te creëren. Geweldig. Daar geloof ik heilig in. Dat is echt leuk. Zie je ook in die oude filmpjes, hè? Zie je al die bootjes, al die levendigheid op het water. Ja, ik hou ervan. Die watertaxi is ook fantastisch. Ja. We hebben hier nog een vraag, ook voor Peter. Ik snap dat minder parkeerplekken voor minder... Oh nee, blijft staan. Die ga ik even weer weg doorschuiven. Sorry, Peter. Is de verhouding huur-koop verschillend per gebouw? Dat is zeker verschillend per gebouw. En dat, kijk, het idee is eigenlijk om dit gewoon een heel divers stuk stad te maken. En eigenlijk zo te maken dat in principe iedere Rotterdammer hier zou moeten kunnen wonen. Voor iedere beurs en ja, zeg maar voor elke leeftijd moet hier wat te vinden zijn. Dat is ook een van de redenen overigens waarom we hebben gekozen voor het Fonda-gebouw. Waar we eigenlijk een soort knipoog hebben gegeven naar Jane Fonda. De meest vitale senior ter wereld. Echt? Oh, ja, en het idee is dat dit ook voornamelijk ook seniorenwoningen kunnen worden. Wat goed. Ja, want we vinden eigenlijk dat er te weinig aandacht is in de stad voor goede seniorenwoningen. Wisten mensen dit al? Dat weet ik niet. Het staat in de stukken, maar de Fonda is in principe bedoeld als een soort seniorenwoningen nieuwe stijl. Nou, dit vind ik ook echt heel leuk om te horen. Dus zeker ook voor de oude Katendrechters dus moet dat toch iets zijn wat aanspreekt, zouden wij denken. Ja, vitaal oud worden, hartstikke mooi. Alle Jane Fonda's van Katendrecht. Ja, meld je in de Q&A, Jane Fonda's van Katendrecht. Dan is er nog iemand die denk ik voorsorteert op een appartement. Waar komen de betaalbare woningen? In welke gebouwen? Dat is nog niet helemaal bekeken, maar het ziet ernaar uit dat het waarschijnlijk bijna in elk gebouw er een deel van de woningen betaalbaar zal zijn. En waar hangt dat van af, Maurice? Nou, dat hangt van alles af, maar dat is ook vooral aan de ontwikkelaar. Kijk, wij stellen die rents van minimaal 50%. Dat vinden we als stad heel belangrijk. En vervolgens gaat de ontwikkelende partij dat invullen. En dan is het afhankelijk van waar zij dat beste beogen. Nou, Nanne zegt zelf net, ik denk in elk gebouw al ongeveer. Ik denk dat zo'n toren, daar zitten best veel woningen in. Dat zal een heel groot deel van die toren zal betaalbare woningen zijn. Ja. Nou, kijk, ik vind ook van als je gaat verdichten in de stad, hè, zeker in Nederland, is het belangrijk dat dat een verdichting is die voor iedereen toegankelijk is. Dat die stad daarmee ook een Hollandse stad blijft die, hè, waar voor iedereen ruimte is. Dat je dus geen segregatie krijgt. Dat is heel belangrijk in een project zoals dit. Oké. Nog een Hollandse vraag dan. Maurice, je hebt net al iets over basisscholen gezegd. Ja. 1 jumbo voor al die mensen in heel Katendrecht is misschien wat magertjes.
Dat kan ik me voorstellen. Dus dan gaan jullie met je schema's kijken van hoeveel mensen wonen hier? Ja, op zich. Ja, in de plint van de Bunstap kan heel goed nog ergens een tweede supermarkt komen. Dus in die zin inderdaad zijn we aan het kijken. Ook met de Rijnhavenontwikkeling, want die zijn we ook nog aan het ontwikkelen. En daar zijn wij nu onze gedachten aan het vormen waar we nou zeg maar dat voorzieningenhart voor zowel de Wilhelminapier, Katendrecht als zeg maar de nieuwe Rijnhavenontwikkeling kunnen maken. En die zit waarschijnlijk niet in de Fonda, maar die zit toch waarschijnlijk toch bij metrostation Rijnhaven in de buurt. Dat daar een soort wijk, winkel, voorzieningencentrum gaat ontstaan. Waar je inderdaad nu één Jumbo hebt. Maar dat moet dan completer worden. Ja. Oké, dus daar kijken jullie ook zeker naar. Ja. Hier staat, de Fonda valt echt uit de toon naast zo'n rijksmonument. Hier zien we graag nog een aanpassing in de plannen. Echt heel graag meer ruimte voor lucht en groen op deze plek. Ja, nou, dat is een kreet die we vaker horen. Daar zijn we mee bezig. Ik moet wel even benadrukken nog voor de schaal van deze ruimte die ontstaat. Is dat de afstand tussen de Phoenix Lofts en de Fonda op dit moment 40 meter is. Dat is al behoorlijk groot. Maar nogmaals, het is aanpasbaar. Dus we kunnen deze vorm, als een soort Barbapapa, kunnen we die gewoon nog... Het is nu en Jay Fonda en Barbapapa geworden. Ja, Huub Barbatruc. En dan, dus dan zou in ieder geval de afstand tot de bebouwing ernaast wat groter kunnen worden. Ja, die zouden we kunnen aanpassen. En op die manier kan je kijken hoe je het gebouw op de optimale manier positioneert. Hier zeggen ze, Fonda voor senioren, komt er ook gratis aerobicsles? In China heb je allemaal van die geweldige gratis speeltuinen. Ik ga naar Steven. Steven, kunnen we ook zo'n soort vitale senioren gymzaal buiten krijgen? Ja, zeker, absoluut. Zeg maar. Zoals ik daarnet noemde, zeg maar, het is een speeltuin is natuurlijk niet alleen voor kinderen, maar het kan ook voor ouderen ingericht worden. Oké, dus nemen we mee? Zeker. Oké, heel goed. Dankjewel. Nanne, wordt er gedacht aan bouwen met hout en andere natuurlijke materialen? Ja, er wordt zeker gedacht ook over duurzaam bouwen en circulair bouwen. Dat doen we nu op dit moment ook aan de overzijde in het floating office. En de technieken die we daar ons eigen maken, proberen we ook straks hier toe te passen. Dus er wordt aan gedacht, maar het wordt ook dus gedaan? Ja, het wordt nu al gedaan in het floating office. Ja. En we gaan kijken of we dat ook hier kunnen toepassen. Ja. Dit is de laatste vraag, jongens. Nou. Ik ga kijken, want deze. In de huidige plannen, ik ga gewoon deze doen. Daar komt hij. In de huidige plannen is de ruimte tussen de gevels van de Phoenix Lofts en het ronde gebouw Fonda 40 meter, waarvan we al hebben gehoord dat het misschien nog aanpasbaar is. Hiertussen ligt ook nog de in- en uitgang van de parkeergarage. Hoeveel park of groen blijft er dan over? Niet veel, wordt erbij gezegd. Meer groen aaneengesloten en meer ruimte graag tussen de Phoenix en de Fonda. Ja, nou, een helder punt. We hebben al laten zien. En dat kunnen we ook nog even op onze website plaatsen. Dat in principe wordt er op dit moment veel meer park toegevoegd. Juist omdat er nu een heel groot stuk wordt afgesneden door het hek van de fabriek. We zorgen eigenlijk voor dat er juist veel meer groen bij komt. Ja. Maar goed, ik kan me goed voorstellen dat mensen die in de Phoenix Lofts wonen, dat die dat zich nog niet helemaal goed kunnen voorstellen en denken dat ze groen kwijtraken. Maar ze krijgen juist heel veel groen erbij. Ja, dus er komt 40% meer groen bij. Ja. Los van het drijvende park. Los van het drijvende park, ook los van de hele kade, los van de Bunstraat, los van dat allemaal. Ja, want nu kun je er niet eens langs. Ik kan er niet eens langs. Nee. Dan heb ik nog een klein bonusvraagje, want we hoorden Peter, kom er nog even in. We hadden net de klankbordgroep. Hier is nog even de vraag, welke burgercollectieven of burgerinitiatieven zijn er om de belangen van de bewoners te vertegenwoordigen in de planvorming? Kan je dat nog even heel kort zeggen, alsjeblieft? Als mensen een aansluiting zoeken, dan kun je sowieso melden bij de wijkraad natuurlijk. Die kan je altijd door. Hè. De wijkraad is speciaal voor de burgerparticipatie opgericht. Daar staan wij ook goed mee in contact. Dus altijd de wijkraad die daarvoor ingesteld is. Dankjewel, Peter. Daarnaast zijn wij bereikbaar of Red Company via de e-mailadressen die al dat ga ik jou dan even vertellen. Heel goed, dankjewel Peter voor deze mooie voorzet. Sowieso dank aan alle sprekers en ook Steven, ook online, dank. En u natuurlijk vooral ook. We zijn aan het einde gekomen van deze online participatiebijeenkomst. We hopen dat u nu meer duidelijkheid en inzicht heeft gekregen in de plannen voor het Codrico-terrein en het rondje Rijnhaven. Weet dat al de vragen die zijn gesteld in de Q&A meegaan in het reactieverslag. Ook al is er dus nu niet schriftelijk op gereageerd of hebben we hem niet mee kunnen nemen in de uitzending. En u krijgt dat reactieverslag ook en het gaat ook naar de gemeenteraad. Er werd al gezegd dat u ook al uw vragen mag blijven stellen. Dat kan tot en met 8 januari. En uw mail kunt u sowieso sturen naar contact@red-company.nl. Kijk even, er moet dus .nl bij, hè, als u pen en papier klaar heeft.
contact@red-company.nl of ga naar rijnhaven@rotterdam.nl. Aarzel niet, alles wordt meegenomen in het reactieverslag en er wordt echt serieus naar gekeken wat u ervan vindt. En de plannen zijn dus nog niet in beton gegoten, dus praat mee. De verwachte besluitvorming door de Raad is in februari. Zometeen krijgt u nog een aantal polvragen in beeld. We waarderen het heel erg als u daar nog even op wil reageren. En dat we ook weten hoe u dit ervaren heeft. En of u nu meer duidelijkheid heeft hierover. En natuurlijk ontzettend bedankt ook voor het stellen van al die vragen. Dank voor de enthousiaste deelname. Namens de gemeente Rotterdam en Red Company wens ik u bovenal heel fijne dagen. En laten we er met elkaar een heel mooi jaar van maken. Dank u wel.